Lisa en Luc werden allebei op jonge leeftijd al geconfronteerd met de dood. En tot op heden heeft dat hele grote impact op hun leven. Lisa verloor haar beide ouders aan zelfdoding en Luc verloor zijn beste vriend na een ernstig auto-ongeluk. Het ziet er hier wel uit als een happy family. Ja, ze wilde graag naar de buitenwereld doen alsof er niks aan de hand was. Maar ondertussen is er heel veel aan de hand. Ja. Dus, want je hebt wel een pittige tijd achter de rug. Enorm pittige tijd, ja. Ja. Vertel eens. Mijn ouders zijn allebei overleden door zelfmoord. En, allebei ook? Allebei ook, ja. Eerst de een en toen de ander. Eerst mijn moeder en daarna mijn vader. Hoe oud was je toen? Mijn moeder was ik 10 en mijn vader 4 jaar later, dus 13, 14. Het is nog altijd het gesprek van de dag in de Ronde Veen, het ongeluk in Vinkeveen afgelopen. Vol met jongeren heeft zojuist een betonnen bruggetje op de Vinkenkade geramd. Er valt 1 dode en 3 tieners raken gewond. Volgens de politie reed de 18-jarige bestuurder veel te hard en werd de auto gelanceerd op een drempel. En die twee nog steeds in kritieke toestand. Jij bent Luc. Ja, Luc Polder. Manuel, hoi. Hoi. En dit is Roy, de plek van Roy. Dit is de plek van Roy, inderdaad. Het had niet veel geschild of jij had hier gelegen. Het heeft inderdaad heel weinig gescheeld. Er is gewoon helemaal, echt helemaal niks meer over van die auto. Nee, dat klopt. Daar heb ik ingezeten. En wat zijn nou dingen die je niet meer kan? Gewoon een fulltime baan? Ik had altijd de droom bij Defensie aan het werk te gaan. En dat, ja, dat moet ik helaas. Kan ik dat niet doen door mijn hersenletsel. Als je binnenkomt, dan moet je niet schrikken. Ik heb je dossier al klaargelegd. Het is misschien een beetje confronterend. Daar ben ik aan begonnen. Ja. Ja. Het is een belangrijke dag voor Lisa. Ze heeft bij jeugdzorg een afspraak om het dossier in te zien, waarin precies vermeld staat hoe haar ouders een einde aan hun leven hebben gemaakt. Ja, ik vind het al heftig om te horen. Ja, nee, het is daar heel dan, heftig, ja. Hoe het voor haar is. Ik weet gewoon, het gaat me niet lukken. Tenminste, het zal me wel lukken, maar ik zal niet door de keuring en dergelijke komen. En dat is gewoon echt. Dat is gewoon een hele grote, zware teleurstelling. Ja.